Dan moeten ze wel mijn goede hoofdje neerzetten. Dat is toch niet... Zo zie ik het toch niet uit. Hey. Zo zie ik het toch niet uit, Tom. Rutser. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel het Edeldier. En vandaag ben ik weer terug met de spiksplinter nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier weer met een nieuwe Kingdom Highlight. En vandaag gaan we een kijkje nemen naar hoe Eos er op dit moment bij ligt. En dat is best wel goed. Best wel heel goed. We gaan een kijkje nemen. Vind je nou leuk dat er weer een nieuwe Kingdom Highlight is? Laat dat al eventjes weten. En we betreden hier vanaf Malino, dat we de vorige keer hebben bekeken. Betreden wij Eos. Tot ziens. U verlaat Malino. Er is hier nog een bruggetje intact. Het pad houdt wel op. Welkom. Oh, welkom. Malino. Ja, bordje is een beetje kapot. Maar dit is dus Eos. Eos is natuurlijk een hele belangrijke locatie op Kingdom. Altijd al geweest. Het lag normaal natuurlijk gesproken tussen de eerste paar Kingdoms in. Het was een beetje het neutrale gebied waar alle Kingdoms aan vastlagen. Nou, er zijn natuurlijk steeds meer Kingdoms bijgekomen die wat verder weg lagen. Kingdoms zijn ook andere kanten op gegaan. Yennava is natuurlijk naar Meridia nog gegaan. Yort is natuurlijk helemaal naar Yort gegaan en niet alleen maar in Veen. Dus het is ondertussen natuurlijk niet per se voor alle Kingdoms heel... dichtbij, maar het is nog steeds een hele centrale locatie op de Kingdom server en het zit natuurlijk vast aan Malino en wat nou ook gewoon toegankelijk is. Wat betekent dat ook Eos weer een heel interessant gebied is om op avontuur te gaan waar dingen te vinden zijn, waar dingen te ontdekken zijn, waar jij je gewoon kan uitleven als speler en waar je als kijker misschien ook wel in de content af en toe iets van voorbij zal zien komen. Dus dit is gewoon een video om te laten zien wat er allemaal is. Het is natuurlijk allemaal... Dat was ik de vorige keer in de video vergeten te zeggen. Heb ik hopelijk wel ingeëdit. En anders zeg ik het nu. Dit is allemaal aangepast door Tom en zijn team van bouwers. Dus dikke shout-out naar hun. Dat ze zo hard hebben gewerkt aan deze... toch wel hele belangrijke locaties op de Kingdom server. Er weer eventjes goed bij te leggen. Nou, we hebben hier gewoon een dorpje, want dat kan natuurlijk, hè. Het is gewoon een leuk gebiedje. Maar we hebben vooral hele vette bergen. Het was natuurlijk altijd al een extreme hill biome, Eos, en dat is nu weer helemaal tot zijn recht gekomen. Alle rare ontplofte dingen zijn weggehaald, alle muurtjes, alle bunkertjes die over de jaren heen zijn gebouwd. En het ziet er nu gewoon weer picobello uit. En hele interessante locaties. Het grenst natuurlijk aan Malino, aan Yennava hier zo. En dan hebben we ook nog ergens Tixa-grensje. En natuurlijk Antropia zelf, wat we allemaal waarschijnlijk wel gaan zien, die grenzen. Maar je hebt dus hele vette bergen nu met grotten en allerlei vette locaties waar gestreden kan worden als Kingdoms elkaar tegenkomen op avontuur. Hele vette nieuwe landscape, of tenminste niet echt nieuwe landscape, maar gewoon weer smooth aangepaste landscape, zodat het allemaal weer een beetje helemaal in orde is. En niet meer allemaal zo kapot door alle oorlogen die er zijn gevochten. Het ziet er natuurlijk gewoon sowieso heel tof uit nu alles weer een beetje smoother is. Helaas is natuurlijk de Minecraft normale landschap generation niet zo geweldig. En dit is gewoon een klein handje geholpen om het net wat beter te maken. Ik denk dat we hier zo bij Tixa komen, denk ik. Ik heb geen Dynamap openstaan, maar volgens mij is deze kant van Tixa... we hebben hier natuurlijk gewoon hele toffe locaties. Waar we zoveel mogelijk van gaan proberen te zien. Ik bedoel, als je dit plaatje ziet, dan denk je natuurlijk niet meteen aan het oude Eos. Maar in principe zijn de bergen, et cetera, zijn allemaal gewoon waar vroeger ook bergen stond. Alleen zijn de bomen wat groter geworden in de 10 jaar rust die ertussen heeft gezeten natuurlijk. Hier zo hebben we weer hele mooie locaties langs de grens met Yennava. Heel erg vette spikes hier en daar. En al deze vette bergen, rotten en weet ik veel wat je allemaal kan ontdekken hier. Er zijn vast genoeg ruim. Hier hebben we nog een grens. Dat betekent dat dit een stukje ook Bor is. En dat is dus nu van Antropia. Dat is dus de weg van Antropia. En dan zitten we hier dus bij de grens van Eos. Maar ik vind persoonlijk dat het echt een heel vet landschap weer is geworden. En dat hebben ze sowieso hartstikke goed gedaan, dat team. En ik denk ook dat het zeker voor de spelers ook leuk is om hier
op avontuur te gaan. Maar je moet natuurlijk wel altijd oppassen. Want dat betekent natuurlijk wel dat er altijd gevaar om de hoek kan liggen. En dat je altijd op moet passen. Dat je niet wordt aangevallen of dat je in de val wordt gedreven hier. Maar er zijn gelukkig een heleboel sluipweggetjes hier. Zelfs met een dynamap is het hier lastig om precies te volgen hoe mensen gaan. Want je kan, soms kan je dus door grotjes heen. Soms denk je dat je kan, maar dan gaat het weer niet. Of je zit juist weer boven op de bergen. Dus je hebt hier natuurlijk heel veel opties van kanten die je allemaal op kan gaan. Dus je kan hier hele interessante fights en achtervolgingen houden, denk ik. Ik weet eigenlijk niet of er al echt een fight is geweest in EOS. Misschien wel, ik ga me niet verbazen. Maar het zou dus zomaar kunnen zijn dat het binnenkort ook weer in streams, et cetera, als locatie wordt gebruikt voor een dikke fight. Want ik denk dat je hier een hele toffe veldslag kan houden in dit nieuwe landschap. Als ik dit zo allemaal zie. Hele vette locaties. Heel veel high grounds, maar ook heel veel tunneltjes, low ground, waar je heel snel overal tussendoor kan sneaken, denk ik zomaar. En misschien als ontsnapping kan gebruiken. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal nog wordt uitgespookt met dit land. Volgens mij zijn we nu weer een beetje terug naar waar we zijn begonnen. Dus laten we een klein stukje verder gaan, dat we de goede kant op gaan richting Antropia zelf. En niet alleen Bor. Is dit de grens? Ik ga even mijn Dynamap erbij pakken. Om eens eventjes te kunnen spieken waar die grens nou precies ligt. Ja, ik denk dat we hier eigenlijk al op de grens zijn van Antropia zelf. Dan gaan we eventjes kijken of we de hoek kunnen vinden. Want als dat zo is, dan weten we het helemaal zeker. Eventjes kijken. Ja, ik denk dat hier zo de grens ook weer met Tixa zit. Dus ja, dat is Tixa Fort sowieso. Dus dat betekent dat we hier, hier zijn we echt in EOS zelf. En ja, dit is dus EOS geworden. EOS is dus flink aangepakt. Het ziet er weer allemaal wat mooier uit. En in ieder geval niet meer zo'n grote gatenkaas als dat het eerste was. Oh, hier hebben we nog een klein ruïnetje staan. Nu super set. Flink opgeblazen hier. En een hele toffe grot. Als je erin durft te komen. Bam, jongens. Dikke lava hier. Hier wil je niet invallen, denk ik. Deze grot is niet de goede weg naar buiten. Maar in ieder geval wel weer een hele toffe locatie. Vind ik tenminste. Ja, en ik denk dus dat je hier best wel toffe fights kan houden. Want ja, dit landschap is natuurlijk weer helemaal mooi aangepast. Maar zeker met al die bergen, et cetera, et cetera. Oh, ik denk dat dit een shout-out is naar de oude span. Wel een beetje stom dat ze dan niet mijn goede hoofd hebben neergezet. Het is een shout-out naar de oude span, denk ik. Maar dan moeten ze wel mijn goede hoofdje neerzetten. Dat is toch niet. Zo zie ik het toch niet uit. Hey. Zo zie ik het toch niet uit, Tom. Prutser. Prutser dat het is. Nee, maar het staat wel leuk bij. Dit is, want vroeger was dus de spawn hier natuurlijk. Als je kingdom joinde, spawnde je hier. En dan moest je wachten tot je gepacks werd. En dan kon je naar je kingdom toe. Maar tegenwoordig word je meteen in je kingdom gewhitelist. Dus dan ben je automatisch meteen in je kingdom. Dus ja, er is hier niet echt meer een spawn nodig. Maar er is hier dus nog wel een kleine easter egg van wat het vroeger was. Beetje nostalgie voor het oude spawn plekje. En ziet er hartstikke gezellig uit natuurlijk. Dat is denk ik wel zo'n beetje alles wat we hier in EOS gaan aantreffen. Maar dit gebied is dus ook gewoon weer een tof gebied. Wat een beetje netjes is gemaakt door Tom en zijn team. Zodat er weer gloednieuwe avonturen kunnen worden beleefd hier zo in dit gebied. Dus samen met Malino zorgt het ervoor dat de middelste gebieden van Kingdom ook een interessante plek is om avonturen te beleven voor iedereen die op de server zit. Nou, vonden jullie dit weer een leuke highlight? Laat het dan even weten in de reacties hier beneden. Nou, vonden jullie dit weer een leuke highlight? Laat het dan eventjes weten in de reacties hier beneden. En laat ook vooral suggesties achter van wat je eventueel de volgende keer nog zou willen zien. En hopelijk zie ik jullie dan de volgende keer weer terug. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Abonneer natuurlijk zeker op Edeldi voor meer. En dan zie ik je ook bij de volgende video. En zoals altijd, join de Walvissa. En tot doei.